hoeveel havens hebben we in Suriname? Dat is een van die dingen. Van waar er exportmogelijkheden zijn. Ja, dat is uw enige vraag. Dus, nee, dus bij mij gaat het erom. Ik heb namelijk iets gemerkt. Gisteren reed ik langs Dijkveld richting Paranam. En toen ontdekte ik dat de trucks vol beladen met rondhout in een bepaalde weg naar binnen gingen. En ik stopte even bij de winkel, bij een van die winkels van de buurt. En dan vroeg ik van, waar gaat deze weg naartoe? En die zeiden van, het is hout, rondhout die geëxporteerd wordt door meneer Kuldipsi. Maar als je, en van daaruit ben ik doorgereden naar Paranam. En dan krijg je weer een haven daar, zie ik. Want men praat alleen over één haven, hier, nieuwe haven. Maar nu merk ik dat er ook schepen naar andere locaties gaan. Ook op Paranam. En dan heb je daar, rondhout wordt weggestuurd. En toen vroeg ik aan de mensen, van wie is dit nou? Ja, dit is van Dilip Sadio. Dus, als we even nagaan, als we dus de krantenberichten goed hebben gevolgd, het nieuws goed hebben gevolgd, blijkt dat er het tienvoudige, misschien het honderdvoudige, geëxporteerd is aan rondhout. En dat men heel minim dat doorgeeft aan, bij de douane. Misschien werken de douaniers ook mee met het zaakje. Want wat ik ook heb gemerkt, als je bijvoorbeeld een aspirant douanier hebt, die man is vandaag binnengegaan om te werken op Nieuwehaven of elders, op Sandré of waar dan ook. De volgende dag reed hij een Lexus. Ik heb het niet zien dat hij een Lexus reed. Hè? Hij mag zelfs voor mij een Land Cruiser of wat dan ook gaan rijden. Maar het gaat om de principe. Meneer, je hebt nog niet salaris ontvangen. En je reed al een auto zonder nummerplaat en noem maar op. Waarschijnlijk voor iemand weggehaald. En heb je eentje gehad. Dat soort dingen moet nou ophouden. Okay. Overal moet je steekpenningen geven of steekpenningen. Ja, steekpenningen geven om bepaalde dingen te doen. Maar... Oké. Okay. Ja, de verbinding is verbroken, maar ook bij deze beller is het duidelijk. Wat het punt is wat de beller aanhaalt. Voor wat betreft de export, er zijn verschillende plaatsen van waaruit goederen kunnen worden geladen en gelost. We weten bijvoorbeeld voor wat betreft Paranam, dat de Alcoa, van daaruit werd er mijn dan getransporteerd via de Suriname rivier. En doordat dat via eigenlijk tot naar Paranam ging, is het namelijk zo dat de vaargul eigenlijk breed gehouden werd en goed open gehouden werd. En door het komen weg te vallen van de Alcoa, hier wat nu dan tot gevolg, dat onze vaargul eigenlijk is gaan dichtglibben. Dus inderdaad is het zo dat er verschillende punten zijn vanuit waar dat gebeurt. Van wie nu allemaal activiteiten daar uitvoert, de namen die zijn genoemd, dat weet ik niet. En dat zal onderzocht moeten worden, ik weet het niet. Maar in elk geval is het wel zo dat onder andere de Suralco daarmee bezig was. En voor wat het andere betreft had ik al eerder aangehaald, de corruptiegevoeligheid binnen het douaneambtenarensysteem. Wat deze regering zal moeten gaan aanpakken. Omdat de staat enorm veel inkomsten misloopt. En aan de ene kant. En aan de andere kant er zoveel klachten zijn. Over mensen die van alles moeten betalen. Om op een richtige wijze hun goederen geïmporteerd en geëxporteerd te krijgen. Dus de regering moet dat gewoon aanpakken en optreden daarin. Moeilijke taak die is weggelegd, maar daarom heb ik ook aangegeven. Er is nu al een ander internationaal systeem dat gehanteerd wordt. En mogelijk voor de regering om te kijken om over te gaan tot de invoering van dat systeem, het SGS-systeem.
Suriname is aangesloten bij het Minamata-verdrag. En bij dat verdrag zijn ongeveer 105 landen partij bij. En het Minamata-verdrag heeft als doel om het kwikverbruik te verminderen. En we zouden eigenlijk per 1 januari kwik moeten hebben geminimaliseerd in Suriname, eigenlijk hebben verminderd. Maar de minister die heeft duidelijk aangegeven dat wij die deadline niet gehaald hebben. En het niet realistisch is, zo ik dat begreep, dat we dat de komende tijd gaan halen. Wat er moet gaan gebeuren is dat aan de goudzoekers in die goudsector die alternatieven geboden moeten worden. En dat rendabel ook moet zijn voor hun. Anders gaat kwik blijven circuleren. Maar goed, duidelijk is ook aangegeven dat door het niet halen van de deadline treden er geen consequenties en al zodanig voor Suriname. Maar je reputatie internationaal wordt daardoor wel heel erg aangetast.